Hallo allemaal. Zoals je ziet heb ik hier wat lapjes liggen. En ja, de titel van de video heeft het eigenlijk al gezegd. Ik wil hiermee gaan quilten. Nou heb ik nog nooit een quilt gemaakt. Ik heb mezelf leren naaien met het naaimachine. Dus het quilten heb ik voornamelijk gezien op filmpjes van YouTube. Het is dus één groot spannend experiment. En het leek me leuk om jullie mee te nemen. Ik ga even mijn planner erbij pakken. Die heb ik, zoals jullie weten, op mijn iPad zitten. Want ik heb een ontwerp gemaakt. Ik wil een quilt gaan maken die als een soort cover over over onze kookplaat heen gelegd kan worden. Als bescherming wanneer we er andere spullen, bijvoorbeeld trays uit de oven of iets dergelijks, op willen leggen. Het heeft meteen als voordeel dat het niet een hele grote quilt hoeft te worden. En dat ik dus het klein kan uit gaan proberen. Ik wil het ook nog vrij eenvoudig gaan houden door gewoon allemaal vierkantjes te maken. Vervolgens de rand eromheen en de afwerking. En dat wordt natuurlijk de grootste uitdaging. Zoals je ziet, ik heb een ontwerpje gemaakt. En toen ben ik naar de stoffenwinkel gegaan om te kijken of ik ongeveer die kleuren kon vinden. Nou, dat bleek nogal een uitdaging. Ik wilde eigenlijk een wit, een zandtint, een lichte grijs, een donkere grijs, een tiel, een turquoise en een zeegroen. Niet helemaal gelukt, maar ik heb wel ongeveer dezelfde sfeer weten te vinden. En dat zijn de stofjes die ik hier heb liggen. Dus het is uiteindelijk geworden een zand, een grijzige, een witte, een turquoise, nog een turquoise, maar dan iets rustiger. Die dolfijntjes vond ik wel heel grappig. En deze wat effere stof met een beetje een golf, een watermotiefje. Die stof had ik al vrij vlot gevonden. Vond ik echt heel erg leuk. En ook omdat een beetje dat zeegroenige erin zit. Maar daar zaten natuurlijk die zwarte randen in. En omdat het een beetje met elkaar te verbinden, merkte ik al vlot dat ik hier deze ook moest nemen. Omdat daar ook weer dat zwart in zit. Dan komt het een beetje terug. Ik heb ook hard gezocht om een serie stofjes te vinden waar geen enkele keer het patroon overeenkwam. Dat wil zeggen, ik heb hier natuurlijk bolletjes en hier ook. Alleen dit zijn hele kleine puntjes en dit zijn wat grotere en daardoor kan het. Maar ik merkte bijvoorbeeld als ik had ook bijvoorbeeld een grijze stof op een gegeven moment met dezelfde bolletjes. En dat stoorde mij. Dus uiteindelijk ben ik hier op uitgekomen. Deze stof, die wil ik aan de onderkant gaan gebruiken. En met deze stof wil ik ook de rand gaan maken. Maar goed, eerst stapje 1. En dat is het op maat snijden van de vlakjes die ik nodig heb. Om daar maar meteen mee te beginnen. Daar heb je ook ander gereedschap voor nodig. Bijvoorbeeld een cirkelcutter. Die heb ik. Die zal ik er zo eens bij pakken. Maar je hebt eigenlijk ook speciale grote linealen nodig. En die heb ik nog niet. Die heb ik besteld. Die zijn onderweg. Het duurt alleen allemaal wat langer momenteel. En ik heb geen zin meer om te wachten. Dus misschien dat het een hele domme beslissing is. Maar ik heb besloten dat ik met het gereedschap wat ik al heb aan de slag ga. Dus ik ga even dat gereedschap erbij pakken. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Nou, de liniaals die ik ga gebruiken, dat zijn deze. Dat is een metalen liniaal. Die ik echt al eeuwen en eeuwen en eeuwen heb. Die ga ik gebruiken. En ik heb ook deze. Dat is een vrij nieuwe. Van de Marianne Design. Daar staan ook wat diagonalen op. Wat soms wel makkelijk is. En er zit een mooi metalen randje langs. Dus dit is wat beter voor het meten. Omdat je er doorheen kunt kijken. Dus dat zijn mijn twee belangrijkste linealen. Voor het snijden betreft, zei ik al, heb je een rotary cutter nodig. En ik heb er twee. Ik heb deze. Die heb ik ook jaren geleden een keertje gekocht. Toen wilde ik vooral goedkoop. En dat werd deze.
Maar ik heb ook deze. Die heb ik nog niet zo lang geleden gekocht. Is een, je ziet het, een Fiskars. Ik weet alleen bij God niet of die deze kleur hoort te hebben. Want toen ik hem kocht, zat hij echt in een hele viezige verpakking. Ik heb hem ook gigantisch in de aanbieding mee kunnen nemen. Ik denk, maar dat vind ik wel een goed idee. Want die houdt zich ook veel makkelijker vast. Kijk, er zit een beveiliging op en nu kan ik hem zo indrukken. Je kunt zo heel fijn langs een liniaal afsnijden. En zo gaat hij niet. Dus die zal ik hoofdzakelijk gaan gebruiken. En zo'n rotary cutter gebruik je natuurlijk op een snijmat. Nou heb ik hier een heel klein voorbeeldje. Maar jullie weten van mij dat ik ook een grotere heb. Dus die zal ik er dadelijk onder leggen. Ik zal ook een paar foto's laten zien van de liniaals die ik besteld heb. Dus als ik het geduld zou hebben, zou ik die gebruiken. Ik ga beginnen met de stofjes waarvan ik alleen maar zo'n strook heb gekocht. Dus dat is letterlijk een strook van 10 centimeter van de stof. De stof die is 1,40 meter lang in totaliteit. En die heb ik alvast gestreken. Kijk, zo is die enkel. Mooi om elkaar. En toen nog een keer dubbel. Ik heb van deze stof 17 vakjes nodig. Van 7 bij 7 centimeter. Nu heb ik bedacht dat het makkelijkste is om er, als ik het zo doe, 5 uit te halen. En dat wil dan zeggen dat ik dus uiteindelijk 20 van die vakjes heb. Dan heb ik wat extra, mocht ik uiteindelijk willen schuiven of iets veranderen. Dus dat vind ik prima. Nu is het natuurlijk het lastige, omdat ik niet over die echte goede linealen beschik, om zeker te weten dat alles recht is. En ik ga dus proberen om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze liniaal. Ik moet hier heel even opletten dat ik deze rand niet gebruik. Maar zoals gezegd, vakjes van 7 bij 7 centimeter. Ik wil er 5 uithalen. Dus dan heb ik 35 centimeter nodig. En zoals je ziet, dat heb ik ruimschoots. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. Het voornaamste probleem zit hem dus in het recht snijden. Kijk, want hier ook moet je ook rekening mee houden dat hier zit het hoger. Dus deze rand is redelijk recht, deze wat minder. Dus dit is even spannend. En dan hebben we, als het goed is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 kleine vierkantjes. En daar gaan we mee aan de slag uiteindelijk. Maar ik heb nog een hele rits kleuren te gaan. Oh, ik ben toe aan deze lap. En dit is wat lastiger, want ik heb het vermoeden dat ik eigenlijk niet genoeg heb gekocht. En in elk geval moet ik er nu ook weer de kleine vierkantjes uithalen. En dat ga ik doen door één strook eraf te snijden.
En daar de vierkantjes uit te halen. En dan zie ik later wel of ik inderdaad genoeg heb voor de rand. Ook deze stapel is klaar. Blijft alleen dit stofje over. En daarvoor geldt dat ik daar ook even goed moet opletten. Dat ik natuurlijk wel een lap overhoud om aan de achterkant te gebruiken. Ook deze had ik alvast gestreken. Zo hoort hij te liggen. Kijk, zo zijn het weer de vier vakken. Maar bij deze heb ik deze volle breedte wel nodig. Dus had ik bedacht om de blokjes uit zo'n helft te halen. Het klinkt heel ingewikkeld wat ik nou zei. Maar het komt erop neer dat ik hem even zo vouw. En dan hier gewoon een stukje van afhaal waaruit ik de 20 vakjes kan halen. En op deze manier heb ik natuurlijk nog steeds de vier laagjes. Zo. En dan is dit een lapje dat overblijft. Zo. Oké. En zo is dit stapeltje ook klaar. Alle deeltjes gesneden zijn. En als newbie quilter, om het zo maar te zeggen, word ik hier dus heel blij van. Dus het snijden zit er voor nu op. En de volgende stap is de naaimachine erbij pakken. Zoals ik al zei, heb ik heel goed naar YouTube filmpjes gekeken. En ik zeg wel, ik ben toe aan een naaimachine, maar dat ben ik natuurlijk niet. Want ik moet eerst nog pakketjes maken. En weet je nog mijn tekening? Nou, dat zijn dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vakjes. Ik heb natuurlijk 7 kleuren, dus ik moet rijtjes maken die elke keer verspringen. En in de YouTube video, daar maakten ze pakketjes en daar deden ze dan een paperclip of iets dergelijks omheen. Met een briefje erbij met een nummertje. Nou, in mijn geval zijn de briefjes precies net zo groot als mijn blokjes. Daar had ik helemaal niet in de gaten, dat is wel grappig. Maar ik heb het eerste stapeltje al gemaakt en zo ga ik ze dus nu allemaal maken. En